Zoals je ziet heb ik weer een keer mijn zachte plopkap op de microfoon gedaan. Vond ik wel gezellig staan. Maar goed, en dit wordt een beetje een praatvideo. Gewoon lekker kletsen in de hoop dat jij kunt ontspannen en rustig wordt. En dat je vanzelf misschien wel in slaap valt. Zoals je misschien wel hoort, het is best wel druk buiten met de auto's. Ik heb het idee dat de mensen kinderen van school gaan halen. Ik zag net allemaal moeders voorbij fietsen. Met kinderen en heel veel auto's. En ik zit precies aan zo'n doorgaande weg. Dus dan zie ik dat allemaal voorbij komen. Ik doe hem niet te lang erin, dus ik haal hem tegelijk. Dat je eigenlijk...
ze heeft daar verder nu niks. De eerste winkeltjes liggen heel ver weg. Dus ze hebben geloof ik wel, ja, ze, volgens mij hoort het wel bij een dorpje waar ze nu woont dan met die vriend. Maar ja, de rest van de winkels ofzo, dat ligt volgens mij heel ver weg. Dus ja, dat is ook niet alles. Dat is ook niet echt leuk. Ik kan me voorstellen dat je dan na een tijdje denkt van nou, ik zou wel weer eens naar een groot winkelcentrum willen ofzo. Ja. Ja. Maar aan de andere kant, in een grote stad wonen, ja, dat is ook wel weer leuk. Maar als ik moet kiezen, ga ik toch voor heel rustig wonen. Ik heb hier een lipglossje van A Revolution. En dit is, ja, een roze kleur, zoals je ziet. Revolution.
besteld bij Bol. Dat is een zwarte side table met een houten blad. En dan ook nog twee plankjes waar je dus dingen op kan zetten. Dus twee plankjes en dan nog de bovenkant. Het blad, zeg maar, in het hout. Ja, en die komt, denk ik. Ja, het zou eventjes duren. Hij was wel al verzonden. Dus ik hoop eigenlijk dat hij morgen komt. Maar ik denk niet dat hij morgen komt. Het zou geloof ik uiterlijk de 18e of zo komen. Dus ja, het kan gewoon al die dagen zijn ertussenin. Dus ik kan niet wachten. Maar ja, dan wil ik wel weer iets leuks erop hebben wat je erop kan zetten. En dan moet ik even kijken. Want als je dan op het fotootje kijkt bij Bol, dan zie je echt een hele mooie lamp erop staan en boeken erop. Dus misschien dat ik gewoon eventjes ga afkijken wat hun er allemaal hebben opgezet. Dan kan ik dat er ook een beetje op zetten, want ja, dat er leuk uitziet. Want het is nu echt hier super hierachter. En een ander schilderijtje zou ook niet gek zijn, want dit is echt zo, ja, goedkoop gevalletje van Action. Maar dan moet ik ook nog wat leuks voor zoeken. Kan ik misschien straks wel eventjes doen nog. Vind ik wel leuk om even te kijken. Het tafeltje was in de aanbieding. Ik zag op andere website was die nog €80. En bij Bol was die nou €57. Dus niet duur. Ik had ook nog wel in andere webshops gekeken. Maar ik vind meubeltjes altijd zo duur. En denk ik, ja. Stel je voor als je weer goud erop uitgekeken bent of zo. Alhoewel, die meubels waar ik nu mee zit, die heb ik ook al heel lang hoor. Ik doe er wel lang mee. Die tafel waar we nu aan zitten. Nou, die heb ik al zolang ik hier woon. En in het vorige huis had ik hem, ja, toen had ik hem nieuw. Dus die is echt ook al jaren oud. En de salontafel, die heb ik. Ja, die staat er ook al jaren. Die had ik toen bij IKEA gekocht. Maar dat is een zwarte salontafel. En die vind ik eigenlijk niet leuk meer. Maar ik dacht ook, die salontafel is een zwarte salontafel. Met daaronder nog een plank waar ik dan tijdschriften en boeken op heb liggen. En ik dacht, als ik nou leuke mandjes koop voor de onder, ziet het misschien ook wel weer leuker uit. Dat het niet meer zo zwart is, zeg maar. Je rieten mandjes of zo eronder. Dat maakt het misschien wat warmer of zo. Zo. Dus ja, vandaag zit ik eigenlijk gewoon heel de dag thuis. Gisteren ook zat ik ook heel de dag thuis. Elke vrije dag zit ik volgens mij thuis. Binnenkort weer open gaan, hè? En dat je geloof ik weer op afspraak kan gaan winkelen. Ik zou wel blij zijn als de winkels weer open gaan. Als je gewoon weer eventjes naar Action kan of zo. Maar volgens mij gaat het wel op afspraak open. Ja, dan kan je een afspraak maken en dan kan je gewoon lekker eventjes gaan shoppen. Alhoewel, ik koop nu alles online en het gaat ook gewoon heel goed. Reservering maken voor mijn boodschappen voor volgende week. Niet vergeten. Ook nog eventjes doen. Ik vind het wel echt ideaal hoor. Mijn boodschappen laten bezorgen of ophalen bij het pick-up point.
Geef zeker even een like als je nog wakker bent.